Ajax begint goed in Trotje. Ziyech, Younes en schot geblokt. Maar Ajax valt aan. Moet scoren voor een verlenging of een overwinning. De Ligt met links weliswaar, maar raakt die bal maar half. Schöne. Ziyech. En Hensen heeft moeite met dat schot. En dan zijn we nog maar 7 minuten bezig. Een goed begin. En dan dit rare moment. Een overdreven schouderduw. Een agressieve assistent bovendien van Kluivert. En heeft het ermee te maken? Even later moet Kluivert eruit. Met een spierblessure. De Noren, net als in Amsterdam, vallen nauwelijks aan. Maar als ze een keer komen, zoals hier, is het meteen raak. Niklas Bendtner maakt voor het eerst in 10 Europese wedstrijden een doelpunt. En uitgerekend tegen Ajax. Daar is dat moment van Kluivert. En weg. Neres zit op de tribune. Zijn vervanger is Tjerni. Maar iedereen zit te wachten op Klaas-Jan Huntelaar. En die komt pas na rust. Dit was zijn eerste actie. Door die omzettingen wordt Ajax wel sterker. Twee man op het middenveld. Maar wel met Dolberg en Huntelaar als duo waar de verdediging van Rosenborg van in de war raakt. Younes maakt 1-1. Dik verdiend. En binnen de minuut komt Ajax ook nog aan de leiding. Weer Younes. Alle schroom van zich afwerpend. Schöne 1-2. En na een uur is er niks aan de hand voor Ajax. Staan ze voor en zijn ze gekwalificeerd. Deze bal raakt de paal. Conradsen. Buitenkantje. Meling vergist zich te verdedigen. Tjerni moet die bal terugleggen op Dolberg. Doet hij niet. Daar had het 1-3 kunnen zijn. Younes. Paal ook. Qua pech dus gelijk. Maar dan. Meling. Daar is invaller Ahmed Menro. En waar zijn de twee centrumverdedigers van Ajax? In ieder geval niet bij hem in de buurt. Dijks komt van de verkeerde kant. Is te laat. En weer scoort de Nigeriaan. Die vorige week in de arena debuteerde en toen voor de 0-1 zorgde. Nu voor 2-2. Zeefuik is dan ook nog ingevallen. 19 jaar, geen ervaring. En Ahmed Menro maakt ook nog zijn derde tegen Ajax. De tweede in deze wedstrijd. Ajax is uitgeschakeld in Europees voetbal. Voor het eerst sinds 1966 doen ze niet mee aan een hoofdtoernooi.